Nou, welkom allemaal. We gaan weer lekker Bijbel lezen. We zijn de vorige keer met Michael en Jurk gebleven bij Genesis 11, vers 3. En dat hele stuk gaat over het begin van Babylon. Dat is heel interessant. En als eerste ga ik dus Jurk en Michael van harte welkom heten om mee te gaan doen met het Bijbellezen. Hallo jongens. Ja, hallo Perry. Hoi. Ja, dat gaat interessant worden. We kunnen de Bijbel lezen wat we willen. Dat is altijd spannend en interessant. En het leuke is, als je zo met z'n tweeën of drieën verzameld bent, gelijk Jezus Christus het voorgesteld heeft, dat hem zegt waar twee of drie in mijn naam verzameld zijn, in hun midst zal ik zijn, dat je dus altijd door de Heilige Geest geleid wordt in meer waarheid en meer herkennis en meer wijsheid van de Bijbel door het studeren van de Bijbel, door het studeren van het Woord van God. En dat vind ik persoonlijk dus echt dat, wat mij altijd enorm boeit aan dat boek. Ik bedoel, als je Moby Dick 10 keer gelezen hebt, dan gaat het nog altijd op dezelfde manier eindigen. Als je de Bijbel 10 keer gelezen hebt, gaat ze ook nog op dezelfde manier eindigen. Maar wat je tussendoor aan extra informatie daaruit wint, door een grotere wijsheid uit de woorden te trekken, doordat je Heilige Geest je meer en meer in de waarheid leidt, dat vind ik gewoon uniek. Daar bestaat geen ander boek ter wereld waar je dat mee zou kunnen hebben. Dus geen belletristiek, geen roman of weet ik wat doet dat met jou? Hier en daar verstaan een keer iets beter, ja, maar niet in die mate gelijk dat de Bijbel beter verstaat. En daarom is de Bijbel ook nooit vervelend om te lezen. Integendeel, dat is elke keer terug boeiend en elke keer, zelfs als je dezelfde vers nu voor de 10e keer leest, niet achter elkaar, okay, maar een beetje tijd daartussen, dan haalde hier en daar toch weer verstand dingen uit, dat je zegt van dat heb ik daarvoor zo niet begrepen. Ik heb dat in de week, heb ik daar, in het weekend heb ik dat gehad, daar heb ik in de taxi nog eens een keer mogen werken. Ik werk om de 14 dagen nu een weekend dat ik mag werken. En ik heb daar een zending gehoord van Tom Fresh met Bill Hughes. En die hebben over een onderwerp gesproken, dat heeft me al lang op mijn maag gelegen. En nog voordat Bill Hughes de dingen uitgesproken had, in die zending ben ik er zelf opgekomen en ben ik zelf tot die oplossing gekomen. En heb ik gezegd van nu heb ik vrede met mezelf, want dat heeft altijd aan mij geknaagd. En nu heb ik het heel goed begrepen hoe dat bedoeld is. En dat vind ik heel fijn. En het alleen met de Bijbel, met niks anders. En als ik dan nog dat geluk mag hebben, hier met twee andere mensen verzameld te zijn, die in dezelfde geest zijn en hetzelfde meemaken, alweer dan is deze dinsdagavond gelijk dat we nu hebben een heel schone manier om de tijd door te brengen en schitterend het woord van God te studeren. En daar kijk ik enorm naar uit. En daarom dat ik nu eindelijk Michael eens een keer aan het woord laat. Ja, dag Jörg. Het is een hele tijd geleden dat wij twee ontmoeten. Wie ben je? Ja, Ik ken je al niet meer. dag Perry, het is leuk weer bij jullie radio-uitzending te zijn. En ik hoop dat deze keer ook heel spannend en interessant wordt als wij nu maar de Bijbel zou gaan lezen. Wat voor mij is het nu een onderschil, weil gewoon lees ik meer die donkere dingen aan de Bijbel. Maar dat is nu ook ook een heel goede plaats om met twee broers de Hey, Bijbel te lezen. voor het voorbeeld voor de kijkeraars, luisteraars, die andere dingen die je leest, daar heb je het over donkere dingen, zei je? Ja, dat was een satanische agenda's en ook deze verschillende dingen die op dit moment in de wereld gebeuren. En dat zijn zo dingen die wij ook produceren voor de reden dat wij denken dat dit ook een bepaalde aantal van mensen trekken de Bijbel te studeren. Dat is de bedoeling. Ja, precies. Even voor de kijkeraars. Hieronder staan al een aantal links van de kanalen van Jurk. En dan kan je heel veel materiaal vinden wat Michael samen met Jurk heeft gemaakt. En ook dingen die Jurk in zijn eentje heeft gemaakt. Maar ook heel veel dingen die ze samen hebben gedaan. Bijvoorbeeld over die satanistische agenda en de muziekagenda. Ben je heel veel bezig geweest, hè? Nou ja, daar hebben we nu al 120 uitzendingen geproduceerd. Ja. Maar die zijn niet al online. Maar nu
Ja, Stück für Stück soll es lücken. Und ich hoffe, dass es nicht zu laat ist, um diese auszubreiten auf die Menschen zu stören. Weil ich weiß nicht, ob wir wissen nicht, wie lange das möglich ist. Das ist die Reden, warum ich so viel Dinge produziere. Weil ich nicht weiß, ob 2022, ob 2025, ob so iets noch möglich sein ist. Und das, das ist die Reden, warum wir so viel Werk tun auf dem Moment. Ja, das ich tue mit YouTube, bedoel je, of was? Ja, mit YouTube und BitChute und misschien auch ein anderes Format in der Zukunft. Ich weiß nicht, was da gebeurt, aber misschien ist da auch ein verschiedener Kanal auf eine verschiedene Möglichkeit von jemand, die unabhängig ist. Das ist mein Wens. Ja, als da iedereen kijkt naar een mogelijkheid dat je niet afhankelijk bent van de grote aanbieders, van de grote platformen, van de grote companies, dan zou dat ook een interessante ding zijn als iemand een server heeft en een space heeft om die dingen daar op te zetten. Ja, ja. Ik heb hier thuis een eerste opzet gemaakt. Dus ik kan momenteel streamen vanuit mijn woning. Ja, of zo'n website maken gelijk Run to Christ gedaan heeft. Oh, ken ik niet. Hoe werkt die? Moet je maar een keer kijken. Tik het maar een keer in. Je hebt toch je browser open. www.runtochrist.net Run to Christ, dat is de taal. De nummer. Ah, het getal, ah ja. Is dat in de website de getal, ja? Ja, ik denk dat is zo. Ik zal even nakijken. Ik heb die website op mijn andere browser. Ik moet die even open doen. Kan wel een keer zien. Ja. Run2Christ.net met getal 2. Run, dus run. 2christ.net. Oké. Net. Ja, ik heb hem. Maar we zien er nog niet in beeld. Oh nee, ik heb hem. Ik heb tegenwoordig nog een computer staan. Ik had hem op die andere even gepakt. Ik denk dat is handig, maar hier kan het natuurlijk ook handig. Dan kan andere mensen even meekijken. Oh ja, dat was de bedoeling. Ja. Daarom zeg ik dan. En toe. .net. Yes. Okay. Yo. En wat vind je hier, wat is hier bijzonder aan, goed aan? Of, nou ja, kijk eens, je kunt bij hem inschrijven, dan kun je hem steunen financieel, want zo'n site kost geld. Aha. Hij heeft dan verschillende dingen, een toegang voor members, dus voor leden. Hij heeft een blog die hem maakt, je kunt hem contacteren. Hij heeft video's die hem op die site opzet, dus alles wat ze op YouTube en zo recenseren, kan hem hier opzetten, op die site. Aha. Als je een keer naar beneden scrollt, zul je zien, daar zijn ook andere dingen op, dus heel interessant. Als je naar members gaat, bovenaan, dus members, leden, daar kun je in zijn archive gaan, moet je een keer op kan klikken. Archive. Ja, jij moet daarop inloggen. Ik ben daarop ingelogd, want hij heeft mij toegang verschaft. Ook al steun ik hem niet financieel, want ik heb het zelf niet makkelijk. Hij heeft me gratis toegang gegeven tot zijn site. Ik heb op zijn archive kan ik PDF zetten en dergelijke dingen meer. Kan man allemaal erop zetten. En dus dat is heel interessant. Dat is een site, dat heeft hem ook meer dan een jaar geduurd voordat het klaar stond. En hij heeft daar hulp gehad van iemand die daar ook iets van kende. Hij heeft gezegd van ja, zo en zo en zo zal ik dat graag willen. En dan hebben ze samen gewerkt en hij heeft dat nu up and running, zoals men zegt. Dus dat loopt al een maand of 2, 3, is die site al online of zo, minstens toch. En dat is echt schitterend. En daar is hem dus onafhankelijk mee. Oké, het is nog op een andere server. Maar ja, als je natuurlijk ooit een keer de mogelijkheid om zelfs een eigen server te hebben of zo, dat is nog beter. Hè? Ja. Maar hier heeft hij toch al een keer zijn eigen site en hij bepaalt een inhoud. Ja. En dat is dus heel belangrijk. En ja, ik sta in goede contact met hem. Zijn naam is John.
En wij communiceren meestal over Discord. Dat is zo'n ander sociaal, zo'n platform waar je mee kunt chatten, gelijk Skype, maar noem dus Discord. Je kent ja ook nog VC, Perry. Dat hebben wij ja ook nog, denk ik. Hè? Dat hebt je ook nog mee met mij. Hè? Ja, dat hebben we samen gedaan. Ja, ja, dat is zoiets in die richting, zoals Discord ook. En daar chatten we dan samen. En dan gaan we ook eens een keer een video samen doen en al. Maar het punt is gewoon van, kijk, hij heeft die moeite gedaan om dat te doen. En dat is in feite wat Michael bedoelt. Als we altijd maar afhankelijk zijn van die grote platformen, is het YouTube, is het BitTube, is het DTube, is het Telegram, hoe dat die ook allemaal noemen, dan zijn die dus altijd afhankelijk van hun genade om uw inhoud daar te mogen posten. Ja. En we moeten altijd heel voorzichtig zijn. Kijk, ik heb maandag heb ik een video geplaatst, denk ik. Vandaag is dinsdag. Ja, maandag. Gisteren heb ik een video geplaatst op BitChute. Dat durf ik gewoon niet op YouTube zetten. Oh. Omdat ik daar een paar dingen over de Holocaust gezegd heb, die verkeerd geïnterpreteerd kunnen worden. Ja. Ik ga er nu niet verder op in. Kijk het dan een keer op BitChute, op mijn Duitse BitChute-kanaal. Die link heb je ja toch in de beschrijvingsbox van deze video. Kunnen jullie een keer gaan kijken. Ja. Ik zeg dan niks wat verboden is, maar het is een heel gevoelig onderwerp. Ja. Ja. En het is een onderwerp dat ga ik heel brutaal aan met mijn nieuwe boeklezing in Engels. Exploding the Israel Deception. En dat boek wordt nu ook vertaald naar het Duits. Ze zijn er al mee bezig. Dat eerste kapitel is al af. Ungelooflijk. Ik heb het nog niet in Engels gelezen en ik heb het in Duits al af. Zo werkt de Heilige Geest. En dat is een heel, heel interessant boek. En als je dan zo dingen, hoe zeggen ze dat in Engels? Zeggen ze the unbridled truth. De onvervalste waarheid, zegt men denk ik in Nederlands. Ongebreidelde waarheid. Ja. Ongebreidelde waarheid, ja. Als je die ongebreidelde waarheid bekend wilt maken, dan heb je dus op platformen gelijk YouTube en andere, heb je geen kans. Nou, BitChute kun je het misschien nog doen, daar word je misschien niet van de video's gecensureerd, maar daar kun je dan in elk geval je commentaren niet toelaten, want daar heb je trolls, man, dat is niet meer te doen. Dat is ongelooflijk. Op BitChute moet ik bijna elke tweede video de commentaren sluiten, omwille van dat je die commentaren dan niet, als je geen betalende, ik weet zelfs niet of dat kan als je een betalend lid bent, maar als je dus gewoon een gratis lid bent, gelijk ik, kun je die commentaren niet bewerken. Dus je kunt niet bij wijze van spreken een commentaar buiten smijten, omdat je niet bevalt. Je kunt ook wel commentaren aan- of uitzetten. En als je uitzet, heb je natuurlijk veel minder communicatie met uw kijkeraars. Dus ja, een beetje spijtig. Dus ik versta Michaels punt heel, heel goed. En we hebben echt niet meer veel tijd. En zeker in deze tijden van de onuitsprekelijke agenda die ze op dit moment aan het uitvoeren zijn, want we gaan hem maar beter niet met naam noemen, want dan zeggen ze ook van ja, dat mochten we ook al niet meer zeggen, dat wordt ook al gecensureerd, die video's worden bijzonder gescreend, waar deze naam gezegd wordt, dus dat onuitsprekelijke onderwerp met dat we voor het moment bezig zijn, dat heeft een invloed op de hele wereld, daar hebben die mensen nu nog helemaal geen besef van. Dat gaat zoveel verder en zoveel dieper als dat wat overal in de media geportretteerd wordt. En zeker ook in de alternatieve media op YouTube en dergelijke. Daar is zoveel leugens en misinformatie mee bij. En dat gaat daartoe leiden dat we uiteindelijk in een heel andere wereld terechtkomen als voor 13 maart. Dus midden maart ergens. Het gaat allemaal veranderen en dat heeft ook zijn uitwerkingen op video's die wij kunnen produceren. En hier maken we vandaag eigenlijk, of hebben we tenminste gepland, alleen, tussen aanhalingstekens, alleen maar een videolezing te doen van de Bijbel. Mm-hmm. En daar houden we ons nog niet eens met bijzondere vieze onderwerpen mee bezig. Maar Michael doet dat heel vaak en ik doe dat heel vaak, dat wij onderwerpen aanpakken die nergens anders aangepakt worden of die niet op die manier aangepakt worden, gelijk wij dat ze zeggen. Mm-hmm. En dan maak je natuurlijk geen vrienden mee. Nee. Dus. Ja, het lijkt me wel. Ik weet niet, ik ben er niet zo benauwd voor dat ze dat YouTube aan gaan pakken of dat ze het gaan afknijpen. Maar als je het over een langere termijn hebt, wat Michael net zei, 2025 en zo, dan zou ik het eigenlijk ook niet weten. Dat is maar 5 jaar, Perry. Ja. Ik heb mijn YouTube-kanaal blijkbaar al
Wanneer heb ik die opgericht? 2011? 2012? Ik denk 2011. Dus dat is ook al 9 jaar bezig. En ik zou zeggen, van, dat is bijna gelijk gisteren. De tijd loopt gelijk zat. Ja, ja, ja. Wij krijgen zoveel informatie binnen, dat wij helemaal niet meer beseffen hoe rap de tijd voorbij is. Ja. Ik kan je eerlijk zeggen, hè, als maandagavond is, hè, dan staat eigenlijk het weekend al terug voor de deur. Ja, ja. Die indruk heb ik toch vaak nog. Ah ja, maar goed. Maar ik wil ons niet afhouden van de belangrijke onderwerpen. Ik kan alleen maar iedereen raden. Ga eens een keer naar de website van runtochrist.net. Yes. En kijk eens een keer op. En die vent die maakt dus echt die broer in Christus. Niet die vent, die broer in Christus. Die maakt echt fantastische video's. Hij is hier en daar een beetje moeilijk te verstaan. Maar is de moeite om naartoe te luisteren. Oké, ik hou hem in gedachten. Ik zal hem even boekmaken. Maar goed. Zullen wij gaan starten met Genesis 11? Mm. De King James. Zoals gezegd zijn we verleden keer gestopt na de eerste 3 versen. Dus we gaan verder in vers 4. Maar omdat we nog maar helemaal in het begin zijn, ja, stel ik voor dat ik de eerste 3 versen nog maar gewoon eens een keer meelees. Ja. En dan terug op een plaats kan stoppen waar ik denk dat het opportun is om dan jou de Statenvertaling in Nederlands te laten lezen. En achteraf Michael de Duitse vertaling in de Schlachterbijbel. Okidoki. And the whole earth was of one language and of one speech. And it came to pass, as they journeyed from the east, that they found a plain in the land of Shinar, and they dwelt there. And they said one to another, Go to, let us make brick, and burn them thoroughly. And they had brick for stone, and slime had they for mortar. And they said, Go to, let us build us a city and a tower, whose top may reach unto heaven. And let us make a name, lest we be scattered abroad upon the face of the whole earth. And the Lord came down to see the city and the tower which the children of men builded. So far zal ik het houden. Oké. Dan pak ik hem al vanaf vers 1. En de ganse aarde was van enerlei spraak en enerlei woorden. Maar het geschiedde, als zij tegen het oosten togen, dat zij een laagte vonden in het land van Sinaër. En zij woonden al daar. En ze zeiden een ieder tot zijn naaste, Kom aan, laat ons tichelen strijken en wel doorbranden. En de tichel was voor hun steen, was hun voor steen, en het lijm was hun voor leem. En zij zeiden, Kom aan, laat ons voor ons een stad bouwen. En een toren, welks opperste in den hemel zij. En laat ons een naam voor ons maken, opdat wij niet misschien over de ganse aarde verstrooid worden. Toen kwam de Heere neder, om te bezien de stad en den toren, die de kinderen der mensen bouwden. Nou, mag Michael. Ja, jetzt kommt die deutsche Übersetzung. Ja. Und die ganze Erde hatte eine einzige Sprache und dieselben Worte. Und es geschah, als sie nach Osten zogen, da fanden sie eine Ebene im Land Sinear und sie ließen sich dort nieder. Und sie sprachen zueinander wohl an, lasst uns Ziegel streichen und sie feuerfest brennen. Und sie verwendeten Ziegel statt Steine und Asphalt statt Mörtel. Und sie sprachen wohl an, lasst uns eine Stadt bauen und einen Turm, dessen Spitze bis an den Himmel reicht, dass wir uns einen Namen machen, damit wir ja nicht über die ganze Erde zerstreut werden. Da stieg der Herr herab, um die Stadt und den Turm anzusehen, den die Menschenkinder bauten. Ja, Jörg. Ja. Da habt ihr ein rote Verfrill, hm? Ja, het begint al. Allee, dus ik had verleden keer had ik mij zo geconcentreerd op die slime, maar ik heb dat niet gevonden in Alexander Heslop's boek. Ik heb daar niet verder naar gezocht, ook niet. Mm-hmm. Maar wat een heel belangrijke punt is, en die Michael waarschijnlijk aanspreekt, is in de King James staat in vers 2. Mm-hmm. And ja, it came to pass as they journeyed from the east. Ja. En als je in Nederlands leest, dan staat er als zij tegen het oosten togen. Ja. En in Duits staat er. Und es geschah, als sie nach Osten zogen. Ja. Tegen Oste trekken,
En Nahosten trekken, gelijk hier in Duitsland, is niet hetzelfde gelijk in de Koning James. Nee. Dus met andere woorden, die Bijbelvertalingen zijn in dat opzicht niet correct, omdat wij daarvan uitgaan dat de Koning James de enige goed bewaarde Bijbel in de originele teksten is. En dat woord from is in Isort ook niet bijzonder onderzocht. Daar staat gewoon from the east, ja, en dat is dus properly part of, hence prepositional, from or out of in many senses. Above, after, among, at, enzovoort. Dus duidelijk, om het een keer duidelijk te zeggen, uit het oosten, niet naar het oosten. Ja. Ja? En daar is toch een verschil of dat iemand uit het oosten komt of naar het oosten trekt. Ja. Stel een keer voor, je had dezezelfde problemen met de drie wijzen, die zogenoemde, die Jezus Christus bezocht hebben. Die kwamen toch ook uit het oosten, hè? Ja. Stel een keer dat die naar het oosten gingen in plaats van uit het oosten te komen. Zou een heel andere betekenis hebben in de Bijbel. Hè? Oh, ja. Dus dat is die punt die mij hier zeker opvalt. Dat was waarschijnlijk ook die punt die Michael aangesproken heeft. Ja, ja, dat klopt. Ja. Ja. Dat viel mij ook al op. Maar goed dat je het even toelicht. En ik ben het er helemaal mee eens. De King James is de leidende. Ja, we weten dat de wieg van de mensheid niet in Afrika is, gelijk de evolutietheorieën ons wijs willen maken, maar de wieg van de mensen ligt in de vlakte van die vandaag de dag het land van Irak heeft, meestal de streek, daar waar dus de Garten van Eden was, dat is in het oosten. Ja? Mm-hmm. Dus dat die mensen dan van het oosten komen, is in feite ook logisch. Ja. En dus, ook al is dat nu na de vloed, ja, dat heeft daar nog niks mee te doen. Maar die mensen kwamen daar van het oosten. Ja. En niet naar het oosten. Dat is denk ik een heel groot en toch belangrijk verschil waar we hierin op moeten wijzen. Tot zonder meer, ja. Ja. Nou, en dan ja, voor de kijkeraars, die toren, dat is dus een symbool geworden van overheersing. Ook in dat gebouw van de Europese Unie, wat ze ergens hebben neergezet, dat is dan ook een soort replica van de Toren van Babel. In Straatsburg, ja. In Straatsburg staat hij. Ja. Ja, en dan maken ze dan nog zo'n poster van en zeggen van Europa, vele talen, maar één stem. Ja. Ja, gelijk dat ze dat nu ook doen nemen. Wat ik persoonlijk nog belangrijk vind ook om te verstaan bij hier is, de Bijbel is natuurlijk een boek, zeker in dit geval, wat ons geschiedenis geeft. Ja? Dus wat we hier lezen, dat is daadwerkelijk zo geschied. Dat is een noteren van de historie die gebeurd is. Dus dat is feitelijk zo gebeurd. Ja? Maar wat feitelijk zo gebeurd, heeft ook een spirituele waarde. Uh-huh. Of een spirituele betekenis. Uh-huh. En als we in vers 4 lezen, en zij zeide, kom aan, laat ons voor ons een stad bouwen en een toren, welks opperste in den hemel zij, en laat ons een naam voor ons maken, opdat wij niet misschien over de ganze aarde verstrooid worden, schrap een keer dat laatste zin, pak gewoon de eerste deel, ja, laat ons een stad bouwen en toren, welks opperste in den hemel zij, uh-huh. En laat ons een naam voor ons maken. Wij weten dat wij alleen in de hemel komen, dat we alleen een eeuwig leven gaan krijgen door de genade van de Heer. Niet ja. Door onze eigen werken. Dat is het grote verschil met de Romeins-Katholieke Kerk, die een werksgebaseerde verlossing predikt, en de Bijbel die genade predikt. Uh-huh. En zegt, in de Bijbel staat geschreven door genade zijt je gered, en dat niet door je eigen werken, voordat niemand zich gaat roemen. Ja. Zoiets in die richting staat het geschreven. Ik krijg dat nu in Nederlands niet helemaal doorheen. Maar je verstaat wat ik wil zeggen. Oké? Okay? Nu, wat we hieruit verstaan moeten uit vers 4, is dat we hier te doen hebben met een rebellie. We hebben hier te doen met een rebellie tegen het woord van God.
God die zegt, je bent gered door mijn genade. En die mensen zeggen van, weet je wat, als jij niet tot ons komt, dan komen wij bij jou. Wij bouwen een toren, wij bouwen iets, wij maken iets, wij heven onszelf in de hemel. Mm-hmm. En dat herinnert mij nog heel erg aan een zekere Lucifer. Ja, die we later nog in de Bijbel tegenkomen in Jesaja kapitel 14. Ja, 2026. Wat zeg je? Ja, 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 goed. Ja. Maar dan weten we niet of dat we die video's nog online kunnen zetten. Ne? Dat je er juist zei, 2025 weten we het al niet meer. Dus. Ja. Dus ik neem dat al eens een keer voor weg, voor die mensen die niet tot 2026 kunnen wachten. Mhm. Als men dit leest, en natuurlijk, je moet natuurlijk de hele Bijbel gelezen hebben om dit te verstaan. Want Bijbelstudie is ja ook daarvoor, om dan wat je al gelezen hebt, beter te verstaan. Dus we gaan ervan uit dat iedereen de Bijbel gelezen heeft. Ik mag dus in feite niet meer meedoen, want ik heb de Bijbel nog altijd niet ganz gelezen. Maar als je dus latere plekken in de Bijbel nog kent, dan kun je een plek gelijk in deze al direct veel beter verstaan. Spiritueel. Ja? Het gaat niet over dat wat geschiedenisachtig opgeschreven geweest is. Ja? Geschiedenis is hetzelfde. Daar kom ik ook niet aan. Dat is gewoon een feit. Ja? Mensen hebben zich in die stad verzameld. Ze hebben daarmee gerebelleerd tegen God. Want God heeft tegen Noah en zijn familie gezegd van ga in de wereld, maak de hele wereld u onderdaan, verspreid u overal, wees maak u zelf veelvuldig, multipliceer en word veel mensen. Ja? Zoiets in die richting. Dat heeft hem gezegd. Hij heeft niet gezegd, hey jongens, ga allemaal in een stad, bouwen een toren en kom dicht bij mij. Nee. Hij heeft het niet gezegd. Ja? Maar dat doen de mensen hier. Dus wat doen ze? Als ze dat doen, ze rebelleren tegen zijn ordinatie. Ja. Ze rebelleren tegen zijn wet. Want laat ons een keer eerlijk zijn, wat God zegt, dat is wet. Punt uit. Ja. Daar luister je naar. Als je een driejarige kleine kleuter bent, dan luister je naar wat je pa zegt. Hè? Mm-hmm. Je pa is een autoriteit tegenover u. Hè? Mm-hmm. Aber wij, onze vader in de hemel is dezelfde autoriteit als die nog een hogere autoriteit. Om die biologische vader te vergelijken. Maar daar luister je naar. Dat zijn wetten wat die zegt. Ze rebelleren dus door zich in één stad samen te rotten, zegt men dat zo in Nederlands, ja? Niet echt, maar doe maar, ja. Oké, okay. Heb je dan een andere uitdrukking daarvoor? Samen rotten, samen te stromen, kan je ook zeggen. Ja, oké, okay. Bijeen te stromen, bijeen te komen, maar dus, ja. Ja, bijeen te komen, ja. En dus deze stad te bouwen, en dan leren we je ook nog, daar gaat het dan over Nimrod. Nimrod was de grote beschermer van die mensen, want hij heeft die mensen een veilig onderdak gegeven in die stad, in plaats van dat ze allemaal op het land leven, waar dan de wilde dieren ze opgeëten hebben en alles zegt van kom in de stad en we doen daar een muur rond en dan komen de wilde beesten dan niet meer in, dus ik geef je bescherming, hè, bla bla, in plaats van op God te vertrouwen, vertrouwde op de bescherming van de regering. Een heel kleine mogelijkheid om eventjes naar 2020 te denken met die onuitsprekelijke agenda. Wat er nu op dit moment gebeurt, waar ja ook iedereen de regering alleen maar hoorig is. Ja? Zeg je dat? Hoorig zeg je toch, hè? Ja, ja, ja. Ja. Ah, voilà, goed. Dan verstaan we dat woord dan nog tenminste samen, hè? Ja. Slaaf, zeggen dat, ja. Ja. Precies, ja. En ze doen dus in feite niks anders om hier tegen God te rebelleren. En omwille van dat zij dus niet op de genade van God hopen, willen ze zichzelf in de hemel verheven. Ja. Om in de hemel te komen. Dat doen ze dan door middel van een toren te doen, die ze fysiek bouwen. Maar het gaat vooral over de spirituele rebellie die ze begaan. En dat ze zeggen van door onze werken, want we werken ja aan die toren, die is ja niet van, die bouwt zich ja niet vanzelf. Ja? En de toren wordt enerzijds gebouwd fysiek, maar anderzijds gaat het vooral daarover, over die toren die zij spiritueel opbouwen, om door hun eigen werken daarvoor te zorgen in de hemel te komen. Ja? En laat ons een naam voor ons maken, dat is heel belangrijk. Wie wil dan nog een naam voor zich maken? Maar wel die andere, die ik daar juist opgenoemd heb uit Jesaja kapitel 14, die altijd zegt, ikke, en de rest kan stikken. Ja, ja oké, okay. Over die gaat het in dat opzicht. En het is nog maar één vers, vers 4, maar daar staat zoveel in.
En ik denk dat we, als we echt heel diep gaan, dat we waarschijnlijk over deze, vooral als ik niet heel die tijd het woord moet gaan houden, dat we over een vers gelijkt in deze minstens 1 uur alleen over deze ene vers konden gaan praten. Wat daar allemaal in zit. En dat is precies wat ik bedoelde in het begin met deze Bijbelstudie. Telkens als je dat leest, wordt je inzicht weer verdiept en krijg je meer wijsheid en meer verstand van dat wat je hier leest. Wijsheid, versta mij juist, die je trekt uit het lezen van het woord van God. Ja. Niet wijsheid die je trekt uit je eigen. Gnosticisme. Dan niet. Maar wijsheid door de Bijbel. Ja. Nou. En nu laat ik het woord graag eens een keer aan jullie twee over. Want jullie hebben er ook zeker een mening over. Hè? Ja, wat ik, dus ook dat hier staat. En laat ons een naam voor ons maken. Het is een naam voor mensen. Hè? Dus dat mensen het een naam gaan geven. Ja, en vooral dat wij ons roemen. Ja. En ik heb daar straks gezegd van, door genade zijt je gered en dat niet door je eigen werk, opdat niemand zich roemen. Ja. En wat doen ze hier? Ze maken zich beroemd. Ze roemen zichzelf. Ja. Ja. Dat is wat ze doen. Hmm. Heel actueel. En Michael, jij nog een ding? Ja, ik kijk op dit moment naar die begrip van naam in het Isort en dat is Shem of Shame. En dat zegt hier dat Isort a primitive word through the idea of definite and conspicuous position, an appellation as a mark or memorial of individuality. By implication, honor, authority, character, fame. En ja, daar heb ik een beetje relatie toe al die belangrijke mensen of stars in de establishment. Mm-hmm. Ja, dat die hebben, ja, die zijn op zoek naar fame. Ja. Ja. Roem, ja. Roem, ja, ja, ja. En ook interessant, dat zie je ook hier staan, Michael en Isol, renown. Dat voorlaatste woord, wat shame we zeggen, renown. Dat woord renown kennen we ook nog uit een andere plek in de Bijbel. Hè? Oh, vertel. Gaal eens een keer terug naar Genesis kapitel 6. Mm-hmm. Wil je mij erbij pakken? Ja. Ja, ja, kan maar naar 6. Toen were giants in the world. Men of renown. Here, verse 4. There were giants in the earth in those days and also after that. When the sons of God came in unto the daughters of men and they bare children to them, the same became mighty men which were of old, men of renown. Yeah. And renown, hebt ihr nu in Isort, die örtlich, dat is dus dat van dat woord shame, wat dus in Engels dat woord, welk was dat weer? Wat hebben we nu juist bekeken? Let us make a name, hè? Ja, een name. Ja, hè? Ja, laat ons een naam maken, hè? Ja. Een naam maken, dat is renown. Hè? Ja, dat heeft hetzelfde. H8034. En dat is dus zo interessant, hè? Als je een diepe Bijbelstudie doet. Mm-hmm. Dat je ineens over woorden valt, van, dat ken ik toch ergens vandaan, waar heb ik dat nog eens een keer gelezen? Kijk eens hier, 5 kapitels daarvoor. Mm-hmm. En ineens krijgt dat woord in Genesis kapitel 6 vers 4 een andere betekenis. Laat ons een naam maken. Wij verheven ons boven alle anderen. Ja. Wat leert Jezus Christus? Het tegenovergestelde. Dat wij allemaal gelijk zijn en maar één meester hebben. En dat is Christus Jezus. Precies. Dus interessant welke dingen dat je er allemaal zo kunt uithalen. Als je zo'n Bijbelstudie doet. Hè? Ja. Dank u, Michael, voor dat tot onze attentie te brengen. Toppie. Oh, dank de Heilige Geest, niet mee. Oké. Okay. En dan heb je dus vers 5. And the Lord came down to see the city and the tower which the children of men builded. And the Lord said, behold, the people is one.
and they have all one language. And this they begin to do. And now nothing will be restrained from them, which they have imagined to do. Ik laat het bij deze vers 6, want daar slaat ik hem nog in om erover te klappen. Hè? Ja, goed. Pak ik ook 5 en 6. Toen kwam de Heere neder om te bezien de stad en den toren die de kinderen der mensen bouwden. En de Heere zeide, ziet, zij zijn enerlei volk en hebben allen enerlei spraak. En dit is het dat zij beginnen te maken. En dit is het dat zij beginnen te maken, dat moet je zeggen, denk ik. Maar nu zouden hun niet afgesneden worden al wat zij bedacht hebben te maken. Duits. Da stieg der Herr herab, um die Stadt und den Turm anzusehen, den die Menschenkinder bauten. Und der Herr sprach, siehe, sie sind ein Volk, und sie sprechen alle eine Sprache, und dies ist erst der Anfang ihres Tuns. Und jetzt wird sie nichts davor zurückhalten, das zu tun, was sie sich vorgenommen haben. Een interessant punt is, als we een keer de laatste zin bekijken, de laatste bijzin, which they have imagined to do, yeah? The nothing will be restrained from them, which they have imagined to do. De mensen doen dus dat wat zij willen en niet dat wat God wil. Ja? Dus het is heel duidelijk dat God hier spreekt over een rebellie. En zelfs daarvoor, in het begin van vers 6, zegt hem, and the Lord said, behold, the people is one. Heeft hij de mensen één gemaakt? Of hebben we niet juist in de generaties van Noah gelezen hoe dat die verschillende volkeren in de wereld uitgegaan zijn, die verschillende families in de wereld uitgegaan zijn, de verschillende naties gevormd hebben en elk natie hun eigen taal had? Mm-hmm. Maar door dus in die ene stad nu bijeen te komen, hebben ze nog maar één taal. En zijn ze allemaal één geworden in plaats van verschillend. In plaats van al die verschillende families met verschillende namen, verschillende talen, verschillende... Ik wil dat woord eigenlijk niet gebruiken, culturen. Mm-hmm. Ja? Ja? Want dat heeft ook een heel andere betekenis. Daar kan Michael ons eens een keer iets meer over vertellen als hij dat graag wil. Maken ze zich hier allemaal één. Mm-hmm. Dus God zegt van, jullie rebelleren tegen mij. Yeah. En ze hebben één taal. Hè? They all have one language. Maar we hebben daarvoor al gelezen, en dat heb ik ja gezegd, van dat was mij toen ook al de eerste keer opgevallen. Ik dacht dat het eigenlijk pas na Babylon was, dat God de mensen verschillende talen gegeven heeft. Nee, hij heeft dat al eerder gedaan. En hier komen ze allemaal bijeen en spreken één taal. Ja. Wat is er vandaag de dag in deze wereld dan? Daar spreken ze ook altijd van één wereldtaal, tussen aanhalingstekens, één taal die iedereen zou moeten spreken. Ja. En voor het moment ziet het er zo uit alsof dat Engels is. Esperanto heeft zich al niet doorgezet, door kunnen zetten. Nee? Ja. Dat is jammer voor meneer Soros. Ja. Maar in elk geval, daar staat ook weer heel veel informatie in deze twee versen. Ne? Ik bedoel, ja, dit is het tegengestelde van Genesis 1, 28. And God blessed them, and God said unto them, be fruitful and multiply, and replenish the earth and subdue it. Mm-hmm. Ja. Ja, niet alleen Genesis 1, dat was ook met Noah in Genesis 9 of zo, heeft hij dat toch ook gezegd tegen die Ja, Genesis 9 en 6, ja, 9, 1, 9, 7, ja, ja. Ja, ja, maar je ziet dat die mensen nu, die gaan een grote tower, of wat is dat in Nederland? Toren. Een grote toren bouwen. En dit is ook een symbool dat die mensen gelijk God zijn willen. Ja, die willen gelijk God zijn. Die willen van boven benakijken naar de mensen. Ja. Ja, als je bijvoorbeeld denkt aan de World Trade Center. Ja, 400 Meter hoog. Mhm. Als je daar in de hoogste etage bent, dan kijk je beneden. Ja, tuurlijk. Ja?
ob die anderen Menschen, ob die hier kleine Menschen, ob die strahlen und denken, haha, ich bin so belangreich und wie bin ich? Ja, und ja, das soll auch, ich denke, interessant sein, welche Klanten dort sein, die ob der höchste, was ist das, Etage in Niederlands? Verdieping. Verdieping, ja. Höchste Verdieping. Ja, eine höchste Verdieping da wohnen, auf verbleiben. Werken, ja, auf so jetzt. Ja, ja. Ich denke, da, in, gewoon heb je dat bijvoorbeeld in een bank, in een gewone bank, dat die belangrijkste mensen die zijn, die zitten op de hoogste. Ja, ja. Ja, dat zijn alle firma's zo, hè? Ja, maar is dat zo? Waarom is dat zo? Omdat ze zich verheven boven alle anderen. Omdat hun status hoger staat als al de rest. Omdat ze denken dat zij gouden handen hebben en die kind stront blijft plakken als hun vinger door het papier steekt. Maar het is niet zo. Is ja, ik heb een klein grapje, maar dat is geen grapje, dat is heel serieus. Ik was maanden geleden was ik in een bank geweest en ik denk, ah, dat is heel interessant hier. Moet je maar kijken. En ik kijk zo op die architectuur en ik denk voor mij, ik denk, oh Michael, oh ja, dat is een bewijs. Ah, kijk aan, ja. Dat hebben vrijmetselaars gebouwd. En ik denk, oh, ik heb mijn smartphone in mijn broek. En doe ik dat, dan maak een beeld. Oh, kam juist een meisje op mij. Oh, dat is verboden. Dat mag je niet. Hier mag je niet fotograferen. Wat fotografeert jij? Ja, ik zeg, ik ben een bankrover. En ik fotografeer jetzt hier. Ik zeg, wat denk jij wat ik hier doe? Ik zeg, ik fotografeer nur die Mauer da. Zij konden dat niet verstaan. Wat mag die mens da? Die maken een foto van een muur. Ja. Ja, maar ik was zeker dat deze gebouw was van vrijmetselaars. Ja? En ook ja, natuurlijk dat zij de gewone werker in de bank die heeft daar geen idee van. Ja, misschien heeft dat die directeur van dit bedrijf of van deze bank, maar de gewone mens die daar iedere dag hetzelfde doet, die heeft daar geen zin in deze dingen. Maar ik vond het heel interessant. Ja, ik kan het voorstellen. Ja. Maar jij mag niet een foto maken in de bank, dat gaat niet. Dat is niet gepast. Nee. Ik kan me niet voorstellen dat je geen foto's mag maken van mensen in een bankgebouw. Ongevraagd. Maar van de ornamenten mag je toch wel een foto maken, lijkt mij. Maar dat was een oh, help me. Ik moet nu de steun hebben van Jörg. Ja. Dat was nur een balkon. Dat was alleen een balkon, ja? Ja, een balkon, toi. Ja. Super. Ja? Meer was dat niet. Dat was geen enkele mens, geen geld, geen poster, niets. Ja, helemaal niets. Ja, dat was alleen... De balkon zelf of het uitzicht daarvan? Wat bedoel je? De balkon zelf of het uitzicht daarvan? Nee. De gewone balkon. Oh. Ja. Oh. Je kunt misschien de bank uitspioneren door een foto te gaan pakken om te zien door deze balkon moet die komen met een ladder om in te brengen. Ja, dat was geen grote probleem, want ik ben daar bekend. Ja, ik ben daar niet de gewone klant. Zij kennen mij. Ik moet daar 4 of 5 keer per maand moet ik daarheen. En daar heb ik daar heel veel dingen te doen. En dat was een grote probleem. Maar ik denk, oké, een klein beeldje maken. Oeh, nee, dat mag niet. Ja, maar ik ben tot nu toe heel zeker dat dit ook geen toeval is. Ja, oké. Verder met de Bijbel. Ja. Alsjeblieft. Cool. Dan zijn we in vers 7. Go to, let us go down, and there confound their language,
that they may not understand one another's speech. So the Lord scattered them abroad from thence upon the face of all the earth, and they left off to build the city. Oké. Okay. Vers 7 in het Nederlands. Kom aan, laat ons nedervaren en laat ons hun spraak aldaar verwarren, opdat iegelijk de spraak zijns naasten niet horen. Alzo verstrooide hen de Heere vandaar over de ganse aarde, en ze hielden op de stad, en ze hielden op de stad te bouwen. Nou, ze Duits. Wohlan. Ah, mein Mikro, was? Ah, excuses, excuse me, mademoiselle. Wohlan, lasst uns hinabsteigen und dort ihre Sprache verwirren, damit keiner mehr die Sprache des anderen versteht. So zerstreute der Herr sie von dort über die ganze Erde und sie hörten auf, die Stadt zu bauen. Ja, interessant, ob diese in dieser Vers wohl an uns, ne? So zwei, ja. Aha. Ja. Das Gott der Herr und ja, Jesus Christus. Mhm. Ja? Darum denken viele Menschen an eine Trinität, mhm, aber die Bibel spricht nicht von einer Trinität. Mhm. Die Bibel spricht von the Godhead, the Gottheit. Mhm. Ja? Und die Bibel sagt sehr deutlich, dass er mal ein Gott ist. Und wie das kommt, das wird dieser Gott erfahren als Vater, Sohn und Heiliger Geist. Als drie verschillende entiteiten. Mm-hmm. Dat overstijgt mijn verstand. Ja. Ik denk dat die mensen zijn indoctrineerd van deze heidnische pagan triniteit. Ja, dat is juist het probleem. Ja. De Romeins-Katholieke kerk, vooral, gaat dan de Triniteit leren. Die zeggen van oké, okay, wij verstaan het zo, dat is de Vader, de Zoon, de Heilige Geest. Deze drie zijn één, dus dat is de Vader is één, de Jezus Christus is één en de Heilige Geest is één. Ja, er zijn mensen die zeggen de Heilige Geest is een persoon. Mm-hmm. Ik weet niet, ik ben daar niet mee akkoord dat de Heilige Geest een persoon is, want die is nooit als een persoon verschenen. Nee, de Heilige Geest is volgens mij het verstand tussen Vader en Zoon. Ja, dat is op geen manier is dat een mens of een figuur of iets van de fysische wereld. Ja. Ik wil alleen maar zeggen van met de Godheid, ik versta de Godheid niet. Ja? De Godheid, zoals het in Engels heet. Ik versta dat niet. Dus ik leg dat niet uit. Ik leg niet erbij neer dat het zo is. Ik weet dat God één is. Mm-hmm. Ik weet dat wij een vader hebben. Die trouwens, dat mochten de hele Bijbel doorlezen. Altijd op de achtergrond is. Die zie je nooit op de voorgrond. Want als God op deze aarde komt, mm-hmm, bijvoorbeeld als hem later de wetten aan de mensen geeft op Berg Sinai, dat is Jezus die daar is. Mm-hmm. Ja? Het is Jezus die alles gemaakt heeft. Hè? Staat in Johannes. Hè? Mm-hmm. Ja, dat is Jezus in Nederlands. Oh. Ja. Waar God door spreekt. Ja, dus het punt is, de Vader zelf is altijd op de achtergrond. Op de Bijbel zelf. De enige die zichtbaar is, min of meer, als je van zichtbaar kunt spreken, is Jezus Christus. Mm-hmm. Hij is ook de enige middelaar tussen God en de mens. Ja, die moet je, die is ook nodig, want je kent die, je kunt die. Wij kunnen met de Vader direct in contact hebben, omdat wij gevallen zijn. Ja, dat ook. Maar je kunt ook die almachtige Vader, die Almighty God, kan je ook niet begrijpen. Ja, hoe kan ik dan de Triniteit begrijpen? Of hoe kan ik dan de Godheid begrijpen? Kan ik niet. Kijk, ik persoonlijk, ik spreek niet van,
van jullie twee, en ik spreek niet van die mensen die deze video kijken, maar ik zeg gewoon heel simpel, dat zijn dingen die gaan mijn verstand gewoonweg te boven. Daar kan ik met mijn vleeselijke lichaam, met mijn beperkt verstand die ik heb, kan ik dat niet begrijpen. Dus neem ik het gewoon zo aan, gelijk het geleerd wordt, en neem het ongeïnterpreteerd ter kennis, en accepteer het zo, omdat mijn God mij zegt dat het zo is. Punt uit. En ik discussieer daar niet over. Ja, ik ben niet blij met die woord Triniteit. Nee, ik ook niet. Daarom zeg ik van... Ja. Dus, ja, ja. Kijk, wat in de Bijbel beschreven staat als de Godheid, daar maakt de mens, en zeker de heidense Romeins-Katholieke Kerk, de Triniteit van. En de Triniteitsleer. En omwille van dat zij het ook niet kunnen verklaren hoe dat in elkaar zit, hebben zij de Triniteit van vader, moeder, kind. En daar komt het precies uit Babylon, waar we juist over bezig zijn. Ja, maar dat is precies mijn punt. Dat is de reden, op mijn, mijn begrijp, excuse voor mijn slechte Nederlands, ik heb dat nooit geleerd, maar dat is ook die reden, want die mensen, die gewone mens, die ziet dat wat zijn oog ziet. En die ziet, op in thuis, ziet die vader, moeder en kind. Mm-hmm. En dat is zijn begrijp van de gewone mens, van de Triniteit. Vader, moeder, kind. En dat is die reden waar die mensen de Bijbel niet als een geestelijke, spirituele boek begrijpen. Die denken halt, da is dat in de hemel, dat is gewoon als het hier op de aarde is met vader, moeder en kind. Ja, ik denk dat is een heel belangrijk de punt om te verstaan, waarom die mensen God en deze dingen niet begrijpen, want ze denken, als in de hemel, zo op een aarde, dat het dan ook in de hemel vader en moeder zijn, maar dat zijn verschillende principiën. Dan spreken we van spirituele dingen en we spreken van God, we spreken niet van mensen in het vlees. En we spreken van de oorsprong van de zaken. En dat is een ding wat niet uitgelegd is in de Bijbel. Je kent elke physische aanvragen, ja, die is dan gestudeerd en heeft een dokter en wat een professor, wat die kan ja niet vertellen, waar die energie is oorspronkelijk van. Dat weet hij niet. Dus als je dat niet weet, als je daar geen van foundation, van fundament heeft, ja, dan kan je ook die hele oorzaak niet vertellen. En dan weet je helemaal niks. Je denkt dat je iets weet, maar je weet niets. Uh-huh. Ja? Je meent dat je weet en je denkt, misschien is dat zo of zo en dat is dat lijkt juist, maar dat is niet noodzakelijk de geval. En als je de mensen problemen hebben met die Triniteit, dan hebben ze die problemen, want ze verstaan die Bijbel niet als een spirituele boek en ze verstaan God niet, weil ze denken dat ze God uitleggen, ja, met haar kleine menselijke capaciteit, verstand, ja, en dat is belachelijk, ja, dat kun je niet begrijpen. Als je probeert dat te begrijpen wie God is en wat God precies is, dan stel je jij op dezelfde manier als Lucifer en denkt, ik ben zo slim, ik ben zo smart, ja, ik kan deze job ook. Mm-hmm. Mag ik daar even iets op zeggen? Ik heb daar een heel mooi spreukje van in Duits. Ja. Ja. Ik zal dat een keer in het Nederlands vertalen. What a relief. Maar weinigen weten hoeveel men moet weten om te weten hoe weinig men weet. Ja, ja, dat heb je al verteld een paar dagen geleden. Ja, maar in Duits, niet in Vlaams. Ja, dat weet ik. Ja, ja. Het is zo. En nog even over die drie eenheid. Er is ook vond ik een hele goeie, van John Kostick. Die houdt lezingen over Hebreeuws. Die staat ook hieronder, een van deze links. Dutch Uncle John. En die stond erbij stil dat je de drie eenheid van God ook kan zien zoals er een drie eenheid is van tijd. Namelijk het verleden, het heden en de toekomst. En dat betekent niet dat er drie verschillende tijden zijn, want er is maar één ding en dat heet tijd.
Maar wij hebben wel die drie fenomenen en die zijn voor ons heel verschillend. Maar dat komt omdat wij mensen zijn. Maar er is maar één tijd. En toch tijd drie dimensies. Ik vind dat niet zo'n interessante vergelijking omwille van de Bijbel zegt dat we ons niet moeten bezorgen over die dingen die daar morgen komen, want elke dag heeft er al zijn eigen zorgen. Wij leven dus nu en nou. Wat verleden is, ja. dat neemt geen keer, zoals ze in Vlaams ja. zeggen. En om de toekomst moeten we ons niet bezorgen, want we weten toch niet wat er gaat komen. We leven nu, in het heden. Ja. Dus in feite alleen maar in die ene tijd, in het ja. heden en nu. Ja, maar en het heden is dan dat wat dan inhangt tussen alles wat er gebeurd is en alles wat er nog gebeuren gaat. Dat is ja, maar dat wat nu is, Terry, dat wat nu is, dat is. Dat andere was en dat andere zal zijn, dat is niet, weet je? En onze God, Jezus Christus, is een God die leeft, die is nu. Ja. Ja, daar heeft er niks, natuurlijk, die was er daarvoor, die is nu en die zal altijd zijn, oké. Okay. Maar dat wat nu is, is dat wat daadwerkelijk is. Dat ene is verleden, dat was, en het andere is toekomst, dat zal ja. zijn. Ja. Maar dat wat nu is, is dat eigenlijk wat heel belangrijk is. Precies. Ja. Dat zonder meer. Dat. Ik denk dat die almachtige God, die kan je niet begrijpen en je mag dat ook niet begrijpen, want jij verstand is niet daarvoor gemaakt. Ja, precies. Want wij zijn nog niet zo ver, maar als je maar denkt op die Exodus 20, op de 10 geboden, het tweede gebod, uh-huh. ja, dat heet, dat is, gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog ja. van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. En waarom is dat zo? Ja. Ja, dat is vrij duidelijk. Hè. Ja, en als je dat in relatie bekijkt, dan is dat helemaal onzin. Ja? God is niet beperkt door tijd of ruimte. Auf vierte, fünfte, sechste, siebente Dimension. Ja, ihr könnt ja nicht vorstellen, wie Gott ist, und ihr macht das auch nicht tun. Want auf diese Manier, als ihr das tut, dann denkt ihr, dass ihr sehr smart bent. Und das ben ihr nicht. Und als ihr denkt, dass ihr so intelligent bent, dann ist das der Anfang von dem Ende. Das ja. ist so. Ja. Een example te hebben een voorbeeld hebben met Friedrich Nietzsche. Ja? Mm-hmm. Die dacht dat hij zo bijzonder intelligent is en hij kan iedere ding kan hij verklaren en zo en kijk dan wat van deze mens kwam mm-hmm. en wat hij geschreven heeft en ik weet het nog niet in Nederlands wat waanzinnig heet, maar crazy ja, ja. of je gek. Ja, waanzinnigheid, ja. Ja, waanzinnig, ja. Hoe kan de toon de potter verklaren? Ik weet het, ja. Ne? Ja. Vraag een keer aan een schilderij wie de schilder is die het gemaakt heeft. Ja, en dat zijn wij ook. Het probleem is, dat heeft allemaal ermee te doen om zichzelf te kunnen vernederen. En dat kan de mens niet meer. En daar is juist Genesis kapitel 11, die versen 6 en 7 die wij gelezen hebben, niet 6 en 7, 4, 3 en 4, sorry, die twee versen, juist een heel goed voorbeeld van. Ja? Dat de mens zich niet meer kan vernederen. Humble, meek. In Engels heb je dat woord meek, M-E-E-K. Dat is een heel schoon woord. Ik kan dat nu niet naar het Nederlands vertalen. Ik weet niet of Perry dat kan. Langmoedig, denk ik. Maar meek dus. Nee, langmoedig is ja... Nee, dat is ja iets van... Nee, dat is niet zelf. Langmoedig niet, nee. Meek is niet vernederend, want vernederend heeft zo'n negatieve bijklank. Maar hoe zeg je dat in Duits?
Ja, soms ken ik een woord in één taal en begrijp ik het in de anderen, maar ik kan het dus gewoon niet vertalen. Ja. Anders zoekt hij eens een keer op in Google Translator, Meek, M-E-E-K. Ja. Dat wil dus zeggen, zich daarmee... Dus ik zat er vlakbij. Zachtmoedig, zegt hij. Zachtmoedig, ja. Zich daarmee tevreden geven dat je niet alles kan, dat je niet alles bent, dat je niet alles weet, dat je niet alles kan verklaren, ja. Dat, en dat, humbleness is ook zo'n schoon woord, wat dat ook vertaalt. Dat kent de mens vandaag de dag niet meer. Dat kenden die mensen in vers 3 en vers 4 van Genesis 11 niet. Dat kennen de mensen van vandaag de dag zeker niet. En dat kennen zeker de mensen van 10, 15 jaar van nu in de toekomst gekeken, absoluut niet meer. Nee, nee. En zeker niet op die manier hoe dat de wereld momenteel aan het draaien is. Dus, ja, ja, ik denk dat ik ook een heel goede vers heeft op voor dit Tower van Babel, van Jesaja 14,14, op de Staatenvertaling. Ik zal boven de hoogten der Wolken klimmen, ich zal den Allerhoogsten gelijk worden. Ja, precies darum gaat het over het bouwen van die toren, ja. Ja. Controle over de mensen te verkrijgen. Ja, een kleine teaser voor die uitzending voor 2026. Ja, 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 ja. Als Google weg is, ja. Ja. We zijn alweer dik boven een uur beland met onze studie hier vandaag. Die tijd loopt enorm als je zo bezig houdt met het woord van God en zoveel kennis daaruit trekt. Maar ik vind toch dat we een paar heel interessante en belangrijke dingen besproken hebben, ook al waren het maar misschien 3 of 4 versen die wij besproken hebben, maar ik denk dat we hierbij kunnen laten, want die mensen hebben iets om over na te denken als we volgende keer terugkomen en verder gaan lezen. Even kijken hoor. Dan gaan we volgende keer verder met 9 dus. Dan komt er pas de naam Babel daarvoor. Nee, vers 8 hè? Of hebben we die al gehad? Dachten wij... Ja, heeft of... Ja, voor mij hebben we 8 hebben we gehad. Even checken. Ja, 8, ja, 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 ja. Dat hebben we ook gehad, hè? Dan gaan we verder met 9. Dan gaan we verder met 9, ja. 9-11, hè. Makkelijk te onthouden, hè. 11-9. Hartstikke tof. Hey mannen, reuze bedankt. Wil je nog wat zeggen als afscheid tegen de kijkeraars? Lees uw Bijbel. Goede tip. En... Ja, tot ziens, Welterusten en Maranatha. Jezus. Nou, iedereen hartstikke bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.